Wat een klein beetje schrikkend kan zijn, is dat als je je e-visa hebt binnengekregen en je besluit om de UAE te verlaten, bijvoorbeeld om terug te gaan naar België of Nederland, om op een later moment je medische keuring te doen, je fingerprinting te doen en je roze sticker in je paspoort te laten zetten. Gewoon omdat je niet te lang in de UAE wil blijven en ook in Nederland of België business te runnen hebt of familieaangelegenheden. Hou er dan rekening mee en schrik er niet van dat als je bij DXB bent, de internationale luchthaven, je met je paspoort niet door de automatische controle heen komt. Er zit een streepje onder water op je paspoort waardoor in de UAE wordt gezien dat je een e-visa hebt. Dat is helemaal niet erg, daarmee kun je gewoon het land verlaten, maar je moet wel even naar een official. De automatische poortjes werken niet. Je gaat naar de official toe en je zegt, joh, ik kom binnenkort terug. Dat noteert hij even in het systeem en daarmee is de kous af en kun je gewoon je vliegtuig boren naar Nederland of